Energiehuis op deze lekkere winterse dag. En een hele mooie middag waarop eigenlijk alles in het teken staat van transities in de wijk. Mijn naam is Caroline van Eikelen. Ik werk bij de gemeente Rotterdam voor het programma Rotterdam Circulair. En we zijn hier vandaag in het Energiehuis in Rijenoord, waar we de tentoonstelling over de Rotterdamse schapenwol hebben geopend. Het heeft eerst op een internationaal podium op de Dutch Design Week heeft deze tentoonstelling gestaan. Dus dat is toch ook wel een eer dat dat nu hier te zien is. Nou, we hebben een project gedaan met Rotterdamse schapenwol. Daar kwamen fantastische resultaten uit en die waren zo mooi dat we dat ook graag aan alle Rotterdammers willen laten zien. En dat hebben we de zachte stad genoemd, want 5000 kilo schapenwol bij elkaar is dat best wel een groot zacht bed eigenlijk. Er kwamen mooie producten uit. Dus we hebben het project de zachte stad genoemd, eigenlijk als een soort contrast met de betonnen stad die we ook zijn. Super geweldig natuurlijk. Ik bedoel, we vinden het hartstikke leuk dat zo'n mooie tentoonstelling als eerste land in IJsselmonde. Zeker ook omdat natuurlijk schapen zijn onder andere van het park de Twee Heuvels. En we vinden het hartstikke waardevol voor de wijk dat wij eigenlijk onderdeel mogen zijn van zo'n circulaire beweging. En hoe mooi is het als we gewoon kunnen laten zien van kijk, dit zijn jullie schapen. Dit is de wol die van die schapen komt. Dit kan je ervan maken. Nou, op een gegeven moment werden we benaderd door Martin Oosthoek. Dat is de schaapherder. Hij heeft 1500 schapen. Hij vertelde ons dat hij jaarlijks 5000 kilo wol heeft. En dat hij daar eigenlijk niks meer mee kan. Hij krijgt er bijna geen geld voor. En het is eigenlijk duurder voor hem om het weg te doen. Dus toen wij dat hoorden, zijn we met die vraag aan de slag gegaan. Maar omdat we eigenlijk niet wisten wat de kwaliteit was, zijn we dat eerst maar eens uit gaan zoeken. Dus we hebben een ontwerpster gevonden, Christine Meinetsma. Zij heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de Rotterdamse wol. En daar zijn gewoon hele mooie resultaten uitgekomen. Dus ik ben zeer verrast. Ik heb de expositie al gezien in Eindhoven. En heb je al een beetje gekeken wat eruit gemaakt is? Ja, echt prachtige dingen. Ik zag boerenkleden, ik zag mutsen, ik zag handschoenen, ik zag een jasje. Dus echt, je kan je bijna niet voorstellen wat er te doen is met wol. Ik wist niet dat dit gemaakt kon worden van onze wol. Gaandeweg werden we eigenlijk verrast door de kwaliteit van de Rotterdamse wol. En op een gegeven moment vonden we het zo mooi dat we dachten, ja, dit moeten we niet alleen voor onszelf houden. Dit moeten we gewoon aan de Rotterdammers laten zien, zoveel mogelijk. Zodat ze kunnen zien van de schapen die ze vaak op veel plekken in de stad zien grazen. De wol die ze ook gewoon zien en laten zien wat er van die wol gemaakt kan worden. Dit zou wel eens een oplossing kunnen zijn voor mijn probleem. Want wij, ieder jaar moeten we onze schapen toch scheren. Nou, nu blijkt dus dat je die wol echt goed kan gebruiken. En dat je er echt mooie producten van kan maken. Ja, dan hoop ik dat in de toekomst door kan zetten. En dat in ieder geval die wol niet weggegooid hoeft te worden. De stad was blij, was ook heel erg verrast. Hij kon het bijna niet geloven. Maar het is echt waar, je kan van onze Rotterdamse wol gewoon heel veel mooie spullen maken. Bij deze is de tentoonstelling voor... geopend. Oh.